Retro. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben gevraagd naar geld, maar ook levensmiddelen. En wat we gaan inzamelen aan levensmiddelen en geld, zullen we, wanneer dat gedeelte helemaal is afgerond, overdragen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling in samenspraak met NCCR. En zij zullen op hun beurt ervoor zorgen dat die mensen, de getroffenen, tegemoet te komen. Kijk, we hebben een forum en dat is de STVS zelf als televisiestation die we kunnen gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Maar zeggen dat je in het gebied zou gaan om te gaan opereren in een rampgebied, die mensen heb ik niet binnen. En je zou misschien ook zeggen van abon, maar breng het dan aan ja, de districtscommissaris of het traditioneel gezag. Maar ik weet niet of dat een goede werkwijze zou zijn. Vandaar dat we hebben aangegeven, kijk, NCCR is een instantie bij wet geregeld. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is een instantie bij wet geregeld die zich bezighoudt met dit soort dingen. Dus vandaar dat we hebben aangegeven dat wat wij hebben ingezameld, overgedragen, dient te worden, moet worden aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling /NCCR, omdat het die twee instanties zijn die bevoegd zijn om dat soort operatie te doen. If you look at that, onlangs Seranamang, Seranamang EJP, zelf buitenland bij overstoom bij dat we verzamelen dat jij zin ook in sma en dit is nou een eigen kondre dus een tak langa dit is maar voor brokopondo lekva STVS ne libio in de steek de mek mooi te jonu zo schrijf daarom mek ook kondja leki regering voor consori taki al ai STVS doen als aan de goed nap neem bakka en dat alle burger is volop uno dat die al den bedrijven is er dan ook toe. Shitaki, a president, a vice-president, a hele regering kon ja zo voor de donatie. We roepen op ook toe, zomaar die man voor leveren van bijdrage. Maar bij deze president, namens de regering ook toe, want deze we bedanken STVS en dat hij van bijdrage levert. Ook toe, wil ik de vice-president ook leveren om zijn bijdrage. Dan moet ik denken, oh, VP komen op het morgen, president. Nee, we stem af als hij een bedrag voor toe man heeft. Ik heb vanaf het begin gezegd. Dit is geen politieke actie. Dit is een nationale actie. En ik ga me daarbij houden. Ik weiger mee te doen aan die politieke discussie. Ik roep de regering op om te gaan op de manier hoe ze zijn begonnen. En meer tempo te zetten. Want die mensen hebben het moeilijk. En ik ben blij dat zaterdag een zware regeringsdelegatie daar was om met de mensen te praten en te kijken naar oplossingen. We komen net van het gebied, we waren daar afgelopen weekend en we hebben gezien wat het water doet met het totale gebied, met de totale bevolking. En het is hier zeer ernstig. En helemaal eens, je kan dit probleem niet alleen overlaten voor de regering en de lokale gemeenschap. Dit is een probleem van de totale gemeenschap. Dit is het probleem van het land Suriname. Marowijne, Albina was onder water. Helemaal onder water. Maar er is geen dam daar. Er is geen dam daar zo. Maar het was onder water. Dat wil zeggen, er gebeuren dingen die te maken hebben met een groter plaatje in de wereld. Global warming, klimaatverandering. En dat gebeurt in alle landen. Maar wij moeten daarbij de juiste beslissingen nemen. En daarvoor zijn wij ook als regering om bij in te komen. Dus nogmaals, STVS, geweldig initiatief. En laten we hiermee ook verantwoordelijkheid tonen. Ik roep ook alle andere organisaties op om zich aan te sluiten. En laten er een totale nationale beweging komen om
de hulp goed gecoördineerd te doen plaatsvinden. Maar ook dat wij als land meer betrokken raken bij het aanpak van dit vraagstuk. En het is een ramp. En we komen later als regering bijeen om hierover nadere beslissingen te nemen. De kick-off is vandaag gegeven, dus 23 mei. En we zullen doortrekken tot 23 juni. En vanuit deze plek roep ik de Surinamers op om hun medeburgers te gedenken. Goeiedag.